Weet je hoe lastig het is om een tennisbal te gooien? Zonder te kijken. Ik doe het letterlijk op fucking de reflectie van mijn camera. Maar het is lastig als je zeg maar niet mag kijken waar de bal komt. Kan je nogal lastig terugvinden waar ik op gooi. Maar whatever, maakt voor de rest niet uit. Deze bal heb ik altijd in mijn tas. In mijn schooltas. Alleen nu had ik nogal last van mijn hand. Een beetje last van een beetje wel muisarm omdat ik de hele dag achter mijn computer zit. Dus ik had zoiets van, deze bal kan mij misschien ondersteunen in wat behandeling, I guess. Ik heb een beetje met die bal zitten rollen of zo, over mijn handen. Nu gaat het wel, dus weet je, sure, weet je. Internet kan soms best wel useful zijn voor probleempjes. Maar Google niet te veel over je ziektes, want dan lijkt alles alsof je kanker hebt. Maar anyway, what's up strijders van ND Alliance binnen Rief. Welkom bij een nieuwe aflevering van YouTube Talk, Random Talk of iets dergelijks. Ik denk dat deze onder de categorie Random Talk valt. Want ik kwam namelijk op de blog van een Facebook vriend van mij. Ik zag daar een goed idee en ik dacht bij mezelf, actually, dat zou ik moeten doen in videoformaat voor een YouTube kanaal wat ik toevallig heb. Dus, zodoende, welkom bij de alles over mij video vandaag. Hi, tenminste, grotendeels dingen van mij waar ik graag over wil praten. Want uiteindelijk vindt iedereen zichzelf uiteraard het belangrijkste en het interessantste om het over te vertellen. Dus weet je, whatever. Ik vond het wel leuk, ik vond het wel een leuk idee. Want weet je, het is gewoon een Facebook video bij. Ik zal de link van de blog in de beschrijving gooien, want ik ben zo'n sociaal persoon. En ik vind het best wel dope. Ik zoek wel eens naar dingen die zeg maar ik ook doe en die dan misschien mijn Facebook of tenminste mijn vrienden überhaupt ook doen. Heel veel mensen hebben niks met internet en heel veel mensen hebben niks met zeg maar online shit, I guess. Dus dingen zoals een YouTube kanaal hebben heel veel mensen niet, op een aantal mensen na. Maar ik heb nog nooit iemand zeg maar gehoord die een blog schrijft, dus ik vond het best wel sick. Daarom zei ik, ik ben niet de broerste om te promoten. De bovenste link in de beschrijving is de blog Puck's Journey. Ga er vooral even naar kijken, support haar. Ik ken haar voor de rest niet heel goed, maar weet je, dit idee vond ik gewoon sick. Dus laat me, oké? Ik ga gewoon dezelfde vragen die zij heeft, kopiëren. Misschien een aantal dingen zelf toevoegen. Om er toch een beetje originaliteit voor mezelf in te brengen. Ik ga ook een aantal dingen weglaten vanwege privacy. Of omdat ik er in de toekomst een video over wil maken. En nu wil ik het nog voor mezelf houden. Dat gaat voornamelijk om werk en werkgerelateerde zaken. Dingen waaraan je mij zou kunnen opzoeken in real life. Lijkt me vrij logisch, want ja, weet je, ik wil ook niet dat aan het einde van de dag zeg maar 20 man aan de deur komt uiteindelijk ooit eens een keer met het idee dat zij mij alles kunnen vragen in mijn fucking huis, want weet je, privacy. Ik ga ook niet naar jouw huis toe. Sure, weet je, dat ik ook dat je dat begrijpt. Dus, met dat gezegd te hebben, laten we beginnen met de Meet en Riek van 1D Alliance. Sorry boys, ik moest even een shirtje wisselen. Ik zag dat mijn shirt fucking een no-go was. Holy fuck. Dus, nu, al een shirtje. Hoe dit is. Enrique. Oké, laten we beginnen. Mijn naam is Enrique. Dat spel je. Even kijken of ik dit goed kan. Ik weet niet. Misschien is het spiegelbeeld, maar dat maakt voor de rest niet uit. E-N-R-I-Q-U-E. Oké? Laten we dat voorop stellen. Mijn naam is moeilijk, I know. En als ik tegen mensen zeg, hallo, ik ben Enrique. En ik kom hier stage lopen. Zoals ik op mijn werk moet doen. Dan zeggen ze, ha, wie? Ja, dus Enrique. Beter bekend als Enrique. Ik heb zoveel fucking andere namen gehoord of alternatieven op mijn naam omdat mensen het niet uit konden spreken. Dus ik ben vrijwel aan alles gewend. Eddie, Erik, Henri, Henry, whatever, dat soort shit. Dus ik ben best wel wat gewend, maar het is gewoon Henrik. En op YouTube sta ik bekend als ND Alliance, online Slavko, Junko Klapper, dat soort shit. Mijn verjaardag, 1 januari. Sterrenbeeld. Steenbok, I guess? Volgens mij Steenbok. Komt uit. Ik kom uit. Tenminste, ik ben geboren in Vlissingen. Mijn lengte: ergens tussen 1,93 en 1,95 volgens mij. Dus ik ben een behoorlijke grote gast. Opleiding: ik heb eerst VWO. VWO afgerond. En nu doe ik een HBO Finance and Control. En ik werk op dit moment. Nou, tenminste, ik loop op dit moment stage bij een bedrijf en daar wil ik eigenlijk nog niet te veel over kwijt. Daar wil ik, als ik klaar ben met mijn stageperiode, een eigen video over maken. Relatie. Single baby. Ik chill gewoon. Ik heb heel lang, ben ik niet op zoek geweest naar een relatie. Nu sta ik er wel meer open voor, omdat ik het idee heb dat ik er wat meer
klaar voor ben en ook qua persoonlijkheid wat meer open voor sta en wat meer aan iemand kan geven dan dat ik eerst kon. Mijn hobby's. Poeh, nou gaan we, oké. Okay. YouTube. Welkom. Ik teken graag, ik kook graag, ik wandel graag. Ik game graag, uiteraard. Wat heb ik nog meer in mijn cv staan? Volgens mij was dat het ongeveer wel voor nu. Ik denk graag over dingen na. Dingen. Ik vind het bordspellen staat hier toevallig. Daarom moest ik even, tenminste ik las het. Ik was van, bordspellen is that's good shit, bro. Ik hou daar wel van. Dus dat, ja, tenminste als het kan, koop ik er altijd wel een paar. Gewoon omdat ik het leuk vind. Dit doe ik niet graag. Er zijn vrij weinig dingen die ik echt niet graag doe, volgens mij. Ik zou even zo snel niet kunnen weten wat ik voor de geest kunnen halen wat ik niet graag doe. Over het algemeen doe ik dingen wel graag. Ik vind het wel lastig om dingen, zeg maar. Ik heb altijd even wat tijd nodig om te beseffen dat ik iets moet gaan doen. Dus weet je, ik wil het graag wel een paar dagen van tevoren weten. Ik ga niet graag alleen op reis. Dat is wel iets wat ik niet per se graag doe. Ik ben namelijk echt fucking bang dat ik iets ga verneuken. En dat ik dan zo ergens uitkom waar ik niet hoor of niet moet zijn. Dus ik vind reizen heel erg nice. Zeker met vrienden. Maar alleen zou ik het niet kunnen. Want ik ben gewoon bang dat ik het verneuk. Dit nummer krijg ik niet uit mijn hoofd. Op dit moment Love Really Hurts van Billy Ocean. Is echt geweldig. Alphaville, Big in Japan. Is een beetje mijn lijflied geworden binnen een vriendengroep. Dus dat is een liedje wat ook heel erg in mijn hoofd blijft hangen. Ik vind heel veel nummers van Imagine Dragons best wel nice. Want Imagine Dragons is mijn favoriete band. Dus dingen zoals Amsterdam. Demons is een wat bekende nummer van ze. Underdog. Allemaal van het eerste album, by the way. Maar als je dat wil weten, Night Visions, Imagine Dragons, beste album. Naar dit muziekgenre luister ik graag. In principe naar alles. Behalve Nederlandse muziek vind ik eigenlijk niet nice. En mumble rap of van die drill rap, dat soort shit. Ben ik niet zo van. Ik bedoel, voor de rest. I mean, ik luister klassieke muziek. Ik heb Time to Say Goodbye van Andrea Bocelli in mijn playlist staan. Tchaikovsky is mijn favoriete componist. Ik vind dubstep in principe wel nice. Ik bedoel, ik heb een paar nummers van Skrillex erin staan. Dat soort bullshit vind ik eigenlijk ook altijd wel nice. Dus ik luister naar heel veel dingen. Maar dat zijn mijn, ja, favoriete genres. Eigenlijk alles behalve de voorheen opgenoemde dingen. Mijn favoriete website is uiteraard youtube.com. Gewoon puur omdat ik hier ik heb hier iets naar mijn mening neergezet wat ik, zeg maar, waar ik al een paar jaar aan bezig ben en ik ben er best wel trots op dat ik dat heb mogen bereiken. Daarnaast kijk ik ook heel veel video's op YouTube. Ik gebruik niet zoveel andere websites. YouTube Music vind ik ook nice, want ja, muziek. Facts about me. Ik ben bang van tenminste, ik heb niet zozeer hoogtevrees. Ik ben niet per se bang voor de hoogte, maar meer voor het feit dat ik, zeg maar, ik kan met gemak in een vliegtuig zitten, right? Alleen op het moment dat ik op een kast ging staan bij de gym, dat vond ik eng. Omdat ik, zeg maar, geen support heb of geen veiligheid heb. En dan ben ik bang dat ik er vanaf pleur. Dus misschien eerder bang dat ik val en mezelf bezeer, vind ik. Dat is wel iets waar ik echt best wel bang voor ben. Ik heb niet per se echt faalangst. Ik denk dat het juist heel belangrijk is. Maar ik ben wel bang dat mensen mij ervoor beoordelen dat ik iets fout doe. Dus ik ben wel bang voor de meningen van anderen. Maar en ik ben ook vrij vatbaar voor de meningen van anderen. Mijn bucketlist. Die is ook wel lastig. I mean, ik zou heel graag een huis, tenminste ooit een huis willen kopen met een mooie keuken. Dat is wel, ik denk dat wel mijn main bucketlist item is. Ik bedoel, ik geef echt geen neuk om auto's. Oh, ik ben ook bang voor autorijden. Laten we dat even vooropstellen. Ik geef geen neuk om auto's. Mijn leven is vrij simpel wat dat betreft. Ik geef ook niet zo heel veel geld uit. Behalve met vrienden. Maar dat is wel een van mijn bucketlist items. Ik zou echt heel graag gewoon een huis willen hebben met een mooie keuken. Over het algemeen, dingen die op mijn bucketlist staan, gewoon tijd doorbrengen met mijn vrienden. Ik krijg heel veel waarde aan mijn vrienden. En ook aan waarschijnlijk een vriendin dan ooit, hopelijk. Ik vind het gewoon belangrijk om momenten te delen met mensen die er toe doen. Dat zijn mijn vrij simpele bucketlist items. En ja, het is niet echt iets bijzonders eigenlijk. Dit zou ik nooit doen. Ik zou nooit vrijwillig iets doen met
zoals hier ook in dit ding staat, bungee jumpen. Iets met hoogtes. Uit een vliegtuig springen. I fucking hate it. Ik wil gewoon dood. Zou ik nooit doen. Legit. Geef mij een miljoen. Ik doe het niet. Misschien. Ik weet niet. Een miljoen is wel veel geld. Kan ik een huis van kopen met een mooie keuken. Maar ik doe... Dat zijn dingen waar ik in principe ook gewoon niet... Oh, en meegaan met groepsdruk. Ik kan me best redelijk zeggen van dit wil ik en dit wil ik niet. Dus dat zijn dingen die ik over het algemeen niet doe. Hiervoor kan je mij wakker maken. Sushi is best nice. Maar je laat eerlijk zijn. Het moment dat ik op mijn YouTube kanaal boven de 100 subscribers uitkom, kan je me ook goed wakker maken. Kan ik je wel vertellen. Of een ontmoeting met een van mijn grootste voorbeelden. Ik denk dat dat ook wel zo moet lukken. Mijn grootste talent. Oeh, kijk, dit vind ik altijd wel een lastig. Wat is mijn grootste talent? Ik denk dat, tenminste, als ik iets zou moeten omschrijven als mijn grootste talent, is dat het feit dat ik over het algemeen met iedereen best wel goed een praatje kan maken. Maar mijn onzekerheid belemmert dat soms. Dat is het meer. Dit kan ik niet. Ik ben heel erg slecht in iets wat te maken heeft met natuurkunde, of wiskunde, of iets beta's. Ik doe een economische opleiding en dat is rekenen. En dat is zowel het enige waar ik echt iets mee kan. Je moet niet naar mij toe komen met dingen over natuurkunde, want ik kan er actually niks van. Ik kan ook niet heel goed tegen mensen die direct zijn over iets van mij. Als iemand of een probleem met mij heeft, dan zou ik, of tenminste vind ik het fijn als ze dat tegen mij zeggen, maar op een normale manier. Als iemand direct tegen mij zegt van, Rietje, je bent een lul, dan kan ik er best wel slecht mee omgaan. En dan zou ik echt best wel lang mee zitten, zeg maar. Ik kan heel lastig tegen hypocriete mensen. Daar kan ik actually niet tegen. Mensen die... Ik heb een perfect voorbeeld. Ik had ruzie met iemand. Of mensen, ik ben best boos op die persoon. Omdat hij tegen mij heeft gezegd dat hij iets aan mij irritant vindt. En ik heel erg hard mijn best heb gedaan om dat te improven en ervoor te zorgen dat die persoon daar geen last meer van heeft. Maar gisteren zei ik tegen hem iets wat mij irriteerde. En op dat moment ging hij, jammer, ja, dat boeit mij geen reet. Kijk, daar hou ik niet van. Daar kan ik actually niet tegen. Daar zit ik ook gewoon echt best wel erg mee. Dus dat sluit perfect aan op hetgeen wat ik ook niet kan, dingen loslaten. Ik doe mijn best, maar ik weet dat ik er heel slecht in ben. Mijn gekke obsessie. Koud douchen. Ik probeer koud te douchen. Omdat het mij wakker maakt. Volgens mij was dat... Ik heb volgens mij niet per se echt hele gekke obsessies. Mijn grootste blunder ooit. Ik heb een aantal hele grote blunders gemaakt, waar ik me ook echt fucking erg voor schaam. Ik ben een best wel grote klungel. En heel onhandig in bepaalde situaties, ben ik achtergekomen. Ik schaam me actually heel erg voor de eerste persoon waarmee ik, of tenminste, die ik heb uitgevraagd. Ik ga het hier gewoon uitgooien, oké? Ik had iemand op het oog en die probeerde ik echt al 3 jaar lang, zeg maar, een beetje in mijn contact mee te komen. En dat is met haar uiteindelijk in dat jaar gelukt. Toen heb ik haar een appje gestuurd om haar uit te vragen. En toen zei ze nee. En toen heb ik haar actually tot het einde van het jaar genegeerd. Tot het moment dat ik afgestudeerd was aan de VWO. En sindsdien schaam ik me... Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom ik me zodanig erg schaam. Dat ik nooit naar een meisje durf te stappen. Omdat ik bang ben dat ik mezelf zo hard weer voor lul zet. Hier heb je het, oké? En ik wil daar best wel graag een keer een video over maken, maar het is actually heel moeilijk voor mij om daar, zeg maar, een video over te maken, omdat ik me er heel erg voor schaam. Dus als dat iets is wat jullie willen horen, sure, vraag het aan me. Dan ga ik er proberen om er iets van te maken wat niet super pijnlijk is voor mij om later terug te kijken. Dat is mijn grootste blunder en iets waar ik het graag ook niet te veel over heb, behalve als jullie daar actually naar vragen. Vroeger wilde ik worden. Weet je hoe lang geleden vroeger is? Ik wou ooit tolk worden. Omdat ik talen heel interessant vind en nog steeds. Ik zou geen tolk willen worden, maar ik vind talen zo heel interessant. En nu wil ik worden iets in de accountancy. Al heeft mijn stage binnen een week mijn visie veranderd van accountant naar meer bedrijfsfocust iets in de economie. Ik kan wel even uitleggen waarom ik nu in één keer uiteindelijk in de economie ben beland. Mijn docent op het VWO maakte met de economielessen altijd echt heel interessant. En hij was een beetje een soort van held binnen onze klas. Gewoon puur omdat hij de lessen altijd zo goed uit kon leggen.
En toen mocht ik een stage lopen op een accountantskantoor voor mijn VWO profielwerkstuk, wat over het algemeen niet gedaan wordt, omdat het best wel veel werk is. En ja, toen heeft dat mij eigenlijk zo geprikkeld dat ik finance en controle ga studeren. Ik kan echt niet zonder. Mijn vrienden, mijn camera, mijn computer, hoe kut het ook klinkt. Ik ben niet per se verslaafd, ik kan er best wel zonder, maar het is wel heel handig voor heel veel dingen die ik doe. Mijn herinneringen. Ik hecht heel veel waarde, zoals ik al zei, aan herinneringen en dingen, activiteiten met vrienden, omdat ik daar herinneringen aan overhoud. En dat zijn eigenlijk de meest belangrijke dingen voor mij in mijn leven. Dingen onthouden die ik heb gedaan vroeger. En daarom is het prettig dat ik een YouTube kanaal heb, want daar staan ook meerdere vlogs op van ik met mijn vrienden, waar ik dan nog wel eens een keer naar terug ga kijken. Hoe cringy ze ook zijn, Amsterdam vloggen. Het leukste, grappigste, gekste, spannendste, avontuurlijkste dat ik al gedaan heb. Het starten van een YouTube kanaal om aan je eigen persoonlijkheid te werken. Is actually, hoe gek het ook klinkt, een van de avontuurlijkste dingen die ik ooit heb gedaan. Omdat het zijn niet echt dingen die je vaak, zeg maar, zomaar start en waar je zoveel tijd aan bezig bent. En als je dat doorzet, dan kan dat wel, maar ik ben er best wel, ja, trots op. Zo zie ik mezelf over 10 jaar. Aan het werk. Hopelijk tijd maken voor YouTube. Hopelijk met een vriendin. In een huis. Wat niet het huis van mijn ouders is. Dat is denk ik heel simpel uitgelegd wat ik zou willen. Oh ja, en dat ik met mijn vrienden weer naar fucking terras kan. Wat een avond. Mijn favoriete vakantiebestemming. Italië was wel echt heel mooi. Check de Italië vlog voor die video. Holy fuck. Beste game die ik ooit gespeeld heb. Probably Danganronpa. Was echt een hele goede game. Ik ben er echt heel blij mee dat ik die game heb gespeeld. Als ik 1 miljoen euro had, dan zou ik een huis kopen, mijn studieschuld afbetalen, zuipen. Probably. Ik zou waarschijnlijk gewoon uit de drankgigant gaan en gewoon wat flessen uit het rek pakken en dan zo hier. Ik wil dit, ik ga dit proberen en dan gewoon leren mixen. I don't know, weet je, ik hou van drank, laat me. Ik geef het meeste geld uit aan... Ik geef vrij weinig geld uit, actually. Ik ben vrij spaarzaam met mijn geld. Maar als ik geld uitgeef, dan zijn het bordspellen, games, kleding. Ook al ben ik niet, zoals je kan zien, de meest fashionable persoon. Maar ik hecht wel heel veel waarde aan mijn polo's. Want dat is hoe ik mezelf wil presenteren met polo's. Ik hou gewoon van polo's, oké? Okay? Ze zien er nice uit. En ze zijn niet per se super casual, niet per se super netjes. Het is precies hoe ik ben, oké? Okay? Ze representeren mij. Wat hebben we nog meer? Drank als ik ga drinken met vrienden. Best wel veel. Verjaardagscadeaus. Ik wil mezelf niet te hard een schouderklopje geven. Maar ik ben best wel een persoon die heel goed cadeaus kan kopen voor mensen. Laten we eerlijk zijn. Met dit cadeau zou ik heel blij zijn. Maakt mij voor de rest niet heel veel uit als je maar gewoon het uit je, zeg maar, het uit je hart geeft. Toch? Als je gewoon als je mij iets geeft wat, zeg maar, als je daar een beetje gedachten in hebt gestoken en het aan mij geeft, dan wordt het altijd gewaardeerd. Dan kan je er misschien nog een beetje naast zitten, maar het gaat om het gebaar. Ik bedoel, laat het eerlijk zijn. Snelle vragen. Laat opblijven vroeg opstaan. Laat opblijven. Ik ben geen ochtendmens. IJs of chips? Geef van beide. Popcorn. Dus waarschijnlijk dan toch meer chips. Maar popcorn. Leider, volger. Absoluut 100% een leider. Maar ik kan ook heel... als iemand anders, zeg maar, echt een leider is, dan ben ik ook niet beroerd om mezelf af te laten zakken. Maar... inherently ben ik een leider. Kat of hond? I don't know. Probably een hond dan? Als ik echt zou moeten kiezen. Ik ben niet echt een huisdierpersoon. Ik heb meer aan menselijke relaties dan aan een relatie met een beest. Koken of eten? Koken, hell fucking yes. Ik hou van koken. Koken is geweldig. Een villa of een boomhut? Villa met een mooie keuken. Geven of nemen? Geven, 100%. Ik ben echt een fucking gever. En dat is best wel shit, want dan trek je meestal mensen aan die alleen maar nemen. En als je iemand alleen maar neemt, dan wordt dat heel tiring. En daar kan ik best wel slecht tegen ook. Boek, film, games. Bruf. Kerstmis, oudjaar. Oudjaar, want dan ben ik bijna jarig. En oudjaar is drank, hoeft toch meer. Aan de andere kant, je kerstmis is ook wel nice. Ik ben eigenlijk altijd bij beide in de buurt jarig. Weet je wat, fuck it, allebei. Dat mag, ga je back. Onbewoond eiland, wereldstad, onbewoond eiland. Ik ben niet een persoon van de drukte. Ik ben over het algemeen vrij tranquilo. Facebook of Instagram? Instagram, volg mij, 1D Alliance. Hier heb je een linkje.
Waarschijnlijk moet je het wel even kopiëren en overtypen of whatever, maar, want ik kan er geen linkje plaatsen. Maar Instagram is fucking nice. Ik hou van het feit. Eerst was ik er tegen. Foto's, nu fucking nice. Sport of liever lui? Ik vind sport wel nice, maar ik ben waarschijnlijk toch eerder lui. Het is meer zo van sport. Meestal zijn er andere dingen die ik zeg maar belangrijk vind om te doen dan sporten. Dus zeg maar YouTube-video's opnemen, gamen, afspreken met vrienden, dat soort bullshit, weet je wel. En daardoor kom ik vaak niet aan sporten toe. Maar en als ik, ja, ik weet niet, als ik met een vriend ben, dan waarschijnlijk sport. Zomer of winter? Het liefst denk ik zomer. Zomer is wel echt nice. Kan je het meeste doen. Team of solo? Team. Ik ben iemand die graag in teamverband werkt, maar wel graag de groep aanstuurt. Modern of tikkeltje ouderwets? Probably ergens tussenin, maar meer in de richting van ouderwets. Ik geef vrij weinig geld uit. Ik denk dat daar het meeste vandaan komt en dat ik juist daarom minder modern, zeg maar, ga. Weet je wel? Normaal gesproken geef je veel geld uit en moderniseer je automatisch. Ik geef vrij weinig geld uit, dus hou je vaak je oude spullen. Kunnen vliegen of onzichtbaar zijn? Ik haat hoogtes, dus probably invisible. I don't know, allebei is nice. Ik zou het, als ik echt zeg maar zelf zou mogen kiezen, zou ik graag een element willen beheersen. Zo fucking met wind kunnen besturen of zo, want daar heb je over het algemeen meer aan. Nou, als je wind kan besturen, kan je fucking vliegen. Kan je sneller gaan. Kan je iemand tegenhouden of afweren. Er zitten zoveel possibilities aan. Denk daar eens over na. Maar dat waren in ieder geval de vragen. Ik ben dus nu de video aan het editen. En het laatste gedeelte van de video is afgekapt. Dus bij deze Enrique uit de toekomst, hallo. Over Enrique uit het verleden bij de video. Dat was de aflevering. Mensen, ik bedank je voor het kijken van deze aflevering. Like, abonneer, reageer en dan niet met je vrienden. Ik hoop dat jullie iets te weten zijn gekomen over wie ik ben. En iets meer dan wat jullie oorspronkelijk al wisten. En hopelijk kan ik jullie de volgende keer in een andere aflevering meer vertellen over iets. Laat ideeën achter in de comments. Ik bekijk de comments en ik kijk of ik er iets mee kan. En als ik er niks mee kan, helaas. En als ik er wel iets mee kan, dan komt jouw idee volgende keer misschien wel voor. Een nieuwe aflevering van YouTube Talk of Random Talk. Voor nu, tot ziens. See ya.